Joke, tijd om de volgende blessing in huis te gaan bezorgen. Ja. Gaan we doen namens Swanette, Swanette Slabbekoorn. Ze woont in Zeeland, daar komt de blessing vandaan. Mm-hmm. Gaan hem hier bezorgen. Swanette is er zelf niet bij. Het is een heel mooi huis, geloof ik, want het is een mooie straat waar we in staan. Ja, zeker. Het is prachtig hier. Ja. En ik ben heel benieuwd hoe de blessing ontvangen gaat worden. Ja. Hallo, ik ben Tim, dat is Joke. We zijn van het programma Blessings. Oké. Mogen wij binnenkomen? Ja, tuurlijk. Ja? Dank u wel. Dan kunnen we de blessingen bezorgen. Ja, nou, kom binnen. Dank u wel. Het is namelijk zo dat Swanette, die heeft speciaal voor jullie een blessing aangevraagd. Gevraagd of we hem aan huis wilden bezorgen. Dus bij deze, daar zijn we, samen met Joke. Een mooie boodschap voor jullie. Nou, en een mooi lied. Dat gaat Joke straks zingen. Ja. Fantastisch. Het is namelijk zo dat Swanette jullie super dankbaar is. Voor haar zijn jullie heel belangrijk. Mm-hmm. En ze noemt u ook meer dan een tante. Meer dan tante Aarda. Ja, u bent soms een moeder, mm-hmm. soms een zus, soms een vriendin. En dat is heel speciaal voor haar, heel belangrijk. Heeft ze heel veel aan. Dat wil ze jullie heel graag zeggen. Ik kan altijd met jullie praten. Jullie staan altijd voor haar klaar. En dat, ze zegt dat is niet vanzelfsprekend. Oh, geweldig. Lief. Ja, ik weet niet hoe dat voor jullie is om te horen. Ja, wel heel bijzonder. Ze heeft het al wel eens vaker gezegd van dat we veel voor haar betekenen. Ja. Maar dit is wel echt geweldig. In moeilijke tijden was u er voor haar. En zij wil dan ook eigenlijk zeggen, er is niemand zoals u. En dat is meteen ook de titel van het lied dat Joke voor jullie gaat zingen. Geweldig. Niemand is als u. En dat lied wordt natuurlijk ook naar God gezongen. Fantastisch. Graag gedaan. Heel leuk. Ja, heel leuk. Heel leuk.